En namelijk ook over nieuws. Hmm. Ik las net een heel goed artikel over een andere manier van het nieuws benaderen. Ja. En dat ging over in Washington D.C., die stad. En daar worden heel veel moorden gepleegd. Dat is nogal een gewelddadige stad. Oké. En toen, een paar jaar geleden, toen verhuisde iemand naar Washington D.C. en die vroeg, wat veel moorden. En toen kreeg ik te horen, ja, de meeste van die moorden, dat zijn mislukte drugsdeals. Oké. Okay. En dat geloofde hij niet. En die zei toen, volgens mij is dat niet zo. En die is dat gaan onderzoeken. En dat bleek ook niet zo te zijn. Maar die is toen het Murder Project of zo begonnen. Ja. Yeah. En dat murder is als in moord. Ja, en dat is een grote database met alle moorden in Washington D.C. Oh. En met daarin die dat bijhoudt. Want in het nieuws verschijnt altijd van, er is iemand vermoord. Ja, in de lijn van enorme moorden. Een heel kort berichtje staat er van, op zaterdagavond is er daar en daar iemand doodgeschoten. Oh, maar niet, maar zonder aanleiding of verband met andere moorden. En vooral ook nooit een nasleep. Van, er staat nooit eens in het nieuws, er is een moord opgelost. Ja, precies, ja. Oh ja, dat is zeker. De dader is gevonden. Dat gebeurt sowieso heel weinig, denk ik. Dus dat soort dingen staan. En wat zij hebben gedaan is een database gemaakt van alle moorden, maar ook alle verdachten, alles eromheen. En het deed me een beetje denken aan wat jij ooit hebt gemaakt voor de openbaar kunst. Kunst en publieke ruimte. Kunst en publieke ruimte. Echt zo'n verzameling van allemaal dingen die een beetje aan elkaar gerelateerd zijn of niet. Ja, precies. Ja. Op plaats of datum of wat dan ook. Je op allemaal verschillende manieren doorheen kunt klikken. En fantastisch. Ik dacht van, waarom? Dit is iets wat nieuwssites zouden moeten doen. Ja, die zouden dit soort databases moeten aanleggen. En dus als mensen diepgang willen, als ze door willen klikken en meer willen weten over iets, dat kan. Ja. Nu kan dat niet. Nu kan je een berichtje lezen. Het is zo oppervlakkig, zo papier. Ja. Zo papier 1.0 zelfs. Ja, ook zo eendimensionaal. Ja. Het is maar, dit is nu gebeurd. Ja. Of zojuist. En morgen heeft het geen zin meer. Nee, heeft precies. Nul waarde. Ja. Dus, maar die onderlinge verbanden, ik weet dat Hek de Overheid, die houdt zich daar ook een beetje mee bezig. Het is inderdaad, het gaat over het vergaren van data. Ja, het is datajournalistiek, hè? En het ontsluiten op een bepaalde manier. Ja. Dus het datajournalistiek wordt al gauw, kan het heel onpersoonlijk worden. Maar datajournalistiek, dat kan nogal onpersoonlijk worden. Dat kan nogal te algemeen zijn. Of, of dat je dus inderdaad, als je dan over moorden hebt, dat het zich abstraheert naar statistieken. Precies. En curves en trends. En wat ze dus wel doen, is ze geven wel dat soort, ze schrijven wel samenvattingen, hè, over trends en dingen. Ja. Maar bij elke moord is er ook de mogelijkheid om te reageren. Oh, dus mensen reageren dan van, is dit die en die Pietje die op die en die school heeft gezeten? En dan krijg je daaronder reacties van, nee, dat is hem niet. Of ja, dat is hem. Ah, oké. Okay. Dus heeft dan een sociale functie? Het heeft een soort sociale functie. Wow. Dat inderdaad ook mensen wiens zoon is vermoord, die zien dat echt als iets van, oh wauw, er is een soort van in memoriam over de moord op mijn zoon. Ja. En dat is wel heel mooi, hoor. Ja, inderdaad, zeg. Je zou bijna zeggen, dat is een functie die eigenlijk op het lijf geschreven is van journalistiek. Bijna. Ja, als een soort van spreekbuis van het volk of het verspreiden van nieuwtjes of wat ook. Aan de andere kant kan je zeggen, journalistiek moet natuurlijk zo onafhankelijk mogelijk blijven en niet emotioneel betrokken zijn bij. Ja, maar goed, als je nu kijkt.